en de trofee van de Speler van het Jaar gaat naar Lucas Valero. Het was plezant om die trofee te winnen, maar ik denk ja, het is een cliché, maar zonder de hele ploeg ging dat eigenlijk niet gelukt zijn. Dus ja, het is mooi. Ik denk dat er wel nog enkele spelers waren die hem verdienden, maar het is leuk om zo geapprecieerd te worden door de supporters. Ja. Het seizoen was eigenlijk ook wel een seizoen dat mooi genoemd kan worden. Hè? Ja, ja, ik denk het wel. Denk dat oh, Lucas van Eno! Merci voor de champagne, jong. Ja, ik denk dat het op zich wel een goed seizoen was. Redelijk constant. Ik heb denk ik bijna alles gespeeld, dus dat is wel leuk. Het kan natuurlijk altijd beter. Dat gaan we volgend jaar proberen. Maar nee, ja, ik ben wel tevreden met mijn seizoen. Ja. Ik moet wel zeggen, Lucas Valero, denk een van de meest regelmatige spelers. Maar als een dialect te horen, is er niet van de kind. Oh, ik denk dat wij gewoon verdiend vierde zijn geworden. Hadden wij iets meer gescoord, dan ging dat iets vlotter gegaan zijn. Dat is een beetje als manco geweest dit seizoen, hè, dat we niet echt efficiënt waren. Maar oké, ja, zelf dan nog haal je top 4, dus dan vind ik dat dubbel en dik verdiend. Ja, de ambitie van Westerlo denk ik moet gewoon zijn om ieder jaar top 4 zeker te spelen. Maar ik denk dat elke ploeg in 1B dat wil. Hè. Dus ja, het is afwachten naar volgend jaar toe. Maar nu even genieten, nog dit seizoen. We hebben die play-off 2 dubbel en dik verdiend, dus ja, daar eerst van genieten.